De hele familie Meiland gaat vandaag genieten van een dagje Efteling. Maar Martien en Erika kunnen pas aansluiten als alle gasten het pension verlaten hebben. Oh, kijk! Kijk eens boven! Ja. Zie je het? Oh, zwaaien, Blair, zwaaien! Zwaaien! Heb je de baas van de Efteling? Leuk, hè? Ja. Kijk! Viveetje kleed, dat is de Fata Morgana. Oh ja, die dan met dat die hier, ja, dat kasteel. Oh, ja. Dat kasteel. Oh, is dat niet het? Zij, zij is iets. Ja. Ja, kom. Barimida. Ze doet het expres, hè? Barimida. Leuk, hè? Nou gaat het, nou gaan we beginnen. Nou gaan we beginnen. Daar gaan we. Oh. Maar het is niet één, het is leuk. Leuk? Nou, laten we erop houden dat jullie niet de eerste familie zijn die krijsend de Fata Morgana uit zijn gekomen. Oh, kijk, de tovenaren. Wow. Kijk, kijk daar, een leeuw. Kijk, een tijger. Wow. Kijk, daar die witte. Tada. Kijk, zie je? Dan zijn we weer in die hal. Oh ja. Doe maar klappen. Cool ook wel, hoor. Ja, leuke dingen. Sommige dingen zijn een beetje dan eng. Dan gaan we naar weer een leukere, ja? Kraantjes weer. Ja, maar het was wel weer mooi deze. Ik vond het, het was wel mooi gedaan. Het is heel mooi. Kom maar. Zij vond het een Zij beetje eng. Ja. Gauw door naar de volgende attractie. Maar waar zijn opa en oma als je ze nodig hebt? Nou, ik ga eerst die oude lui bellen. Hi. Zijn jullie al onderweg? Ja, we zijn net onderweg. We komen om 12 uur aan. Oh, wat, snel. Goed. Nou, wij zijn al in de Fata Morgana gegaan. En we gaan straks met jullie in de achtbaan. Nee, ik ga niet in de achtbaan. Ja, wel. Ja, want Claire mag ook. Zelfs Claire mag. Oh, nou ja, we kijken wel, hè? Nee. Nou, dan zien we jullie zo. Ja, oké. Okay. Doei. Doei. Ja, ik denk niet dat hij heel vrijwillig naar de achtbaan gaat, nee. Maar ja, het is wel heel leuk. En als wij zeggen, ja, Claire mag ook nu eindelijk in de achtbaan. Misschien doen ze het dan wel. Maar tot die tijd vermaakt Claire zich prima met een paar feeën. Die ook haar vader weten te bedoveren. Hey. Papa op de foto. Ook leuk. Ja, lekker. Het is toch ongekend? Als er twee Shreks waren, had je die gedaan. Nee, toen nog niet. Nee, dat bedoel ik. Hij is in met de ouwe. Hij kijkt nou al veel te veel om zich heen. Hou ik hem strak aan het lijntje en goed onder de duim. Erika en Martien hebben inmiddels de ingang van het pretpark op de korrel. Maar blijken zelf ook een hele attractie. Super. Ja. Nou, fijne middag. Doei. Nee, ik ga niet de hele dag op die foto. Waar moeten wij heen? Waar zitten ze dan? Kijken waar die jongelui zijn. Oh, ze belt. Oh, dat is... Wacht even. Zou het hier zijn met de pannenkoeken, eer? Ja, ik krijg een appje over de hout van de achtergevel. Oh. Ja, wacht even. Kan je wel op de Efteling lopen, maar het werk gaat door. Zouden we het zo mooi vinden, ja, hè? Ja, perfect. Ja, het werk gaat ook door. Wij hebben gewoon vanmorgen 14 uur bij te staan draaien. Nou, en toen gauw in die auto. En toen gauw hier ook helemaal heen. Helemaal naar de Kaatse Heuvel, 1,5 uur rijden. Oh, daar is Montana. Hey! 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 Waar is er? Oh, meid, ben je gevallen? Oh, meid. Helemaal gaten in je broek. Oh, wat is dat? Oh, daar komen ze. Oh, daar is een veetje ook. Je kijkt netjes het ook al in de verf zit, hè? Waanzinnig. Het is werkelijk waanzinnig. Ook in het pannenkoekenrestaurant kun je je ogen uitkijken. En de tafelreservering is zo te zien luid en duidelijk doorgekomen. Weide, weide, weide. Oh, kijk dat mijn theedoeken design. Maar wat is dit mooi. Wat is dit leuk. Kom maar, Claire. Nou. Daar moet je mee eten, dat is bestek. Voor wie is dit helemaal versierd? Oh. Maar ik ben bijna jarig. Jij bent bijna jarig, hè? Ja, dat is waar. Kijk, voor jou een lepel met Efteling snoep. Hey. Ik wil ook op die bank. Ja, dat snap ik. Zij krijgt een kinderstoel. Wil jij tekenen, Vivé? Jezus, wat een lage banken. Ja, jij zit daar. Vroeger waren er zeker de mensen klein. Ja, maar daar. Ik denk dat onze Montana en Maxime 6 of 7 waren. Nee, wij gingen wel vaker, hoor.
Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dat... Oh, wat dan? Ik zeg, toen zei je een jaar of 6, 7 waren, toen waren wij hier voor het laatst, volgens mij. Nee, dat dacht ik al dat je dat bedoelde, nou, maar dat is niet zo. Met jouw ding, maar wij zijn misschien nog geen ja, jij haakte geweest. Af. Met oma? Jij haakte af in ons leven. Ja, toen nam oma het over. Voor jou is het langs geleden, denk ik, ja. Nu is iedereen weer bij elkaar om te genieten van een flinke pannenkoek. Maar één ding is in al die jaren nooit veranderd. Martien is als de dood voor achtbanen. Ik hou niet van harde attracties. Nee, dit is niet eng. Dit is niet eng. Dat durf ik toch niet zo, hoor. Wat? Die houten achtbanen. Ja, je doet het wel. Nou, ik ga het eerst kijken hoe het eruit ziet en het geluid beleven. En dan ga ik een beslissing doen of ik ja of niet ga. Ja, hij moet wel. Ik vind het toch, ja. En weet je wat ook zo leuk is? Vive Claire is nu oud genoeg om ook te gaan. Dus daardoor zou het helemaal... Zou het helemaal leuk zijn dat hij gaat? Ik ga weer bij de spoel. Nou, kom. We gaan in de achtbaan. Yeah! Yeah! Oh, wat erg. Oh. Oh, wat eng. Is dit de baron? Oh, wat eng. Ik vind het onverantwoord. Nee, moet je luisteren? Nee, ik word 62. Nee hoor, dat kan die hersenpan niet meer aan voor mij. Kijk, als ik nou nog 20 was, zou ik zeggen, ga ik achter elkaar, maar dat ga ik allemaal niet meer doen op die podcast. Martien is met geen mogelijkheid de baron in te krijgen, maar voelt zich gelukkig nog niet te oud voor Joris en de draak. Is dat het? Ja, dat is hem. Ja, dan gaan we wel doen hoor. Ja, we doen het hoor. Nou, begin ik al. Als je dit geluid zo hoort, wat denk je dan? Dat ik dood ga. Ja? Het is zo eng geluid. Heel hard. Het gaat 80 kilometer per uur. Even proberen. Ik moet van hun allemaal. Ze kijken wat hard. Dan zeggen ze, het is niet hard. Waarom doet dit? Is het eng? Ja, het gaat wel hard hoor. Oh, zie je het nou? Ik zei het zo. Samen in één riem. Ik weet niet of dat moet. Ja, dat zegt hij. Moet het zo? Zit nou helemaal te trillen. Nou, ja, ik ben helemaal bang. Kan het? Kan jij het? Kan het helemaal goed komen. Oh. Alsjeblieft. Oh, wat erg. Nou, en hoe gespannen ben je? Hé, hoe gespannen? Ja, die tas is toch van mij? Zal ik mijn tas geven aan jou? Nou, wel spijt. Ik heb nou al spijt. Ja, is dat wel te los. Oh! Oh, die van mij. Oh. Ja. Waarom doe ik dit? Waarom? We doen het allemaal voor hun. Nee. Allemaal voor die serie. Nou. Waarom doe ik dit in elkaar? Waarom? Oh, meid, ik ben zo bang. Mijn pols is ook zeer. Oh, oh. Oh. Is het nog vast? Ja, nog een keer! Nee. Ja! Gauw eruit. Oh, nee. Gauw eruit. Oh, meid. Nooit meer. Nee. Ik sta helemaal te trillen. Meid, wat erg. Kijk, dit past beter in het straatje van Martien. Heerlijk, die rust. Al is hij natuurlijk ook wereldberoemd in het land van Laaf. 3, 2, 1. Nou, fijne dag hoor. Joehoe. Ik ga in principe nooit mijn dagjes uit. Nee. Nee joh. Ja, nou ja, weet je, ik ga wel op de foto, maar ja, ik kan ook geen nee zeggen. Dus ik ben de hele dag op foto's. Ja, weet je, op een gegeven moment, ik wil gewoon... Ja, moet ik dan weer zeggen, ik ga niet mee naar de Efteling? Nee. Ik denk, ik ga toch een keertje mee. Nou, het gaat hartstikke goed trouwens.
Ja, deze. En er zijn ook heel veel mensen die kijken dan. En dan nemen ze gewoon een foto van me op afstand. Dat zie ik nu ook daar weer op mijn linkerkant. Mensen zeggen wel tegen mij zo dan, tegen mij van... Ja, dat is dan inderdaad dan de keerzijde van het bekend zijn, zeg maar. Ja. Ja. Maar ja. Joh, nog een paar jaar en dan is het ook weer klaar. Over 10 jaar zit ik natuurlijk toch in een verzorgingstehuis. Ja. Ja, we gaan toch nog ergens anders weer heen. Wij gingen vroeger, toen wij klein waren, altijd in deze attractie. Dat is dat ronde ding wat dan door het water heen gaat. Met allemaal van die watervallen. Maar ja, je kan nat worden. Dus we zeiden, nou hierna gaan we toch weg. Als hij nat wordt, dat is dan maar zo. Je gaat toch naar huis. En het is toch een leuke jeugdherinnering een beetje. En iedereen mag erin. Ouders gaan er ook in. Met frisse tegenzin heeft Martien zich laten strikken voor de volgende attractie. De Piranha. Als dat maar geen koude douche wordt. Het is nou wat nat. Ik ga op een droogplek. Daar gaan we. Daar gaan we. Ja, maar het gaat af en toe best hard hoor. Bart. Oh. 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 Bart. Ik wil het niet opslaan. Nee. Ja. Nou, sorry hoor. Wat zegt ze? Laat maar los. Laat maar los. Nee, dat zijn watervallen. Kijk uit hoor. Oh jongens, kijk uit. Die kreeg een hele golf over zich. Nou, leuk hoor. Nou, het is ene. Zullen we even wat gaan drinken ja, als afsluiting? Ja, ja. Ja, laten we dat doen. Ik heb dorst. Waar is Montaan? Nou, mij. Nou, dan kan even die S drogen. Doe mij maar een rozeetje. Nou, het voelt net alsof we op vakantie zijn. Ja, zie je die? Hier, heb jij die ook? Ja, het is net vakantie. Nou, wat was het leuk vandaag, hè? Ik heb zo genoten. Geweldig, leuk, hè? Echt het leukste, hoor. Toch wel. Ik zeg proost, hè? Proost. Ja, proost. Proost.